Niet dat ik geen vrienden heb, hoor. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, ik heb wel vrienden. Kevin, genoeg. Kevin. Tegen wie heb je dat nou, man? Lara. Er is hier helemaal niemand. Alleen wij tweeën. Je ziet spoken, joh. Het was net echt. Je zat te gamen en toen was ze daar ineens. Ja. Je moet het spel echt niet meer in eentje spelen, Kev. Het is echt te Link. Ah, wij ook niet, Cas. Niemand meer van ons. Kom, we gaan weer aan de slag met die debug tools. Broodje kaas of broodje kroket? Nee, ik ga zo thuis eten. Man, we hebben de hele tijd op je zitten wachten zodat we verder konden gaan. Ik ben moe. Colaatje of 6? Nee, mijn vader wacht op me. Bel dan dat je wat later komt. Oké, doe ik zo wel. Nog even dan, ja? Oké dan. Goedenavond. Volgens mij komen we nooit achter hoe het werkt. Zeg nooit nooit. Knettergek van die beelden, man. Van het geluid ook. Zeker kunst, of niet? Tja, moderne computerkunst. Zo. Ik moet er eigenlijk even bij. Ik moet de bureaus nog schoonmaken. Ja, prima. Doe even een pauze, hè? Kevin. Ja? Even pauze. Ik kan die jongen lekker schoonmaken. Moest je je vader niet bellen? Oh ja. Dat je gewoon de bouwen wilde. Hey! Hey! Het is een D gejat! Hey, hij jat, het is een D! Los! Nee. Los! Zo is hij braaf, hè? Wat moet je met dat ding? Ik wilde hem verkopen. Aan wie? Weet ik niet. Jongens, laat me nou gewoon gaan. Sorry. Aan een zekere meneer de Knijf? Jongens, ik heb toch sorry gezegd. Laat me nou gewoon gaan. Wie ging jij dat ding verkopen? Weet je wel, weinig je verdient als schoonmaker, ja? Oh, wat zielig. Sta jij maar even op. Kevin, trek jij eens aan zijn handschoen. Hé, hey, kijk nou eens. Een tattoo. Als jullie mij iets aandoen, zullen jullie daar nog spijt van krijgen. Nee, toch? Ik denk dat ik dat risico maar neem. Nou, rustig. Rustig. Wat wil jij dan doen? De politie bellen? Met dat gejatte materiaal van jullie. Hoe komen jullie eraan? Zeg jij maar tegen die meneer de Knijf dat hij nog lang niet klaar is met ons. En doe maar de hartelijke groeten. Opzouten nu. Oké, zullen we verder gaan? Ja. Ik heb het helemaal mee gehad, hoor. Ik eigenlijk ook wel. Ik ga nog even mijn vader bellen. Geef jij die maar aan mij. Op het geval dat je in de verleiding komt. Hey, er was trouwens een jongen voor jou aan de deur vanmiddag. Die kwam helemaal uit Doetinchem. Oh ja? Ja. Die was van een of andere computerclub. En hij zei dat jij een harde schijf te koop had voor 85 euro. Ik? Ja. Hoe zag je eruit? Kort haar, zwart jackie, zwarte broek. Ja, niet zo groot. Oh, die jongen uit Doetinchem. Je hebt hem toch niet binnengelaten, hè? Jawel, eventjes, ja. Ik bedoel, ik heb jou wel gebeld, maar als jij de telefoon niet opneemt... En toen? En toen is hij weer weggegaan. Heb je hem spullen meegegeven? Nee, tuurlijk niet. Hoezo, wat is er dan met die jongen?
Niks, hij is gek. Oh. En daarom laat je hem helemaal voor niks met de trein hier naartoe komen? Ja, dan moet je toch lekker zelf weten. Dat is toch niet mijn probleem? Kan ik zo even op jouw laptop? Nee, ik heb hem zelf nog nodig. Ja, ik wil even een spelletje spelen. Ga je toch op je eigen computer? Die is toch kapot? Dat weet je toch? Mijn videokaart ligt eruit. Kom op. Nou, dan zul je toch even geduld moeten hebben. Zit je nou weer te gamen? Ben jij nou echt of niet? Haak me zo. Koud. Ja, de thermostaat staat hier 's nachts op 10 graden. Blijf je nou echt de hele tijd doorgamen? Ja, vind ik gewoon leuk. Nee. Je vindt het spel niet bijzonder. Je bent er gewoon verslaafd aan. Normaal niet. Wel. Je liegt zelfs tegen je vrienden, je liegt tegen je vader. Alleen maar om dat stomme spel te spelen. Dat moet ik toch lekker zelf weten? Je hebt jezelf niet meer onder controle, Kevin. Wel. Zet hem dan eens af. Nee. Zet uit dat ding! Nee! Laat los! Nee. Doen! Nee! Nee, niet doen! Laat los! Laat los! Kevin? Kevin, jongen, wat is er? Er is niemand. Kevin, kom hier. Het is goed, het is goed. Doe maar, rustig maar, rustig maar. Rustig, rustig, rustig. Er is niemand, jongen. Rustig maar, jongen. Kevin is vannacht helemaal door het lint gegaan, jongens. Hè? Hoezo? Hij zag dingen die niet waren. Hij liep te schreeuwen. Zijn vader heeft uiteindelijk de dokter erbij gehaald, want die heeft hem iets kalmerends gegeven. Gisteren ging hij toch gewoon heel rustig naar huis? Hij heeft waarschijnlijk de hele nacht kamikaze zitten spelen. Jij het die schijf, toch? Hij moet een kopie hebben gemaakt. Wat een rat, hè? Dit bewijst alleen hoe gevaarlijk dat spel is. Ik heb tegen Kevins vader gezegd dat hij die cd in tweeën moest breken. Dit test is op kinderen, hè? We moeten ze tegenhouden. Maar hoe? Alles wat we nu weten op de site zetten. Foto's erbij, filmpjes erbij. Dat is niet genoeg. We hebben echt harde bewijzen nodig. En hoe komen we daaraan? Niemand van ons kan nu nog infiltreren. Nou, toch moeten we nu iets doen. Gisteren hadden we die Black Devil al over de vloer. Wie weet wat de knijf nog meer verzint. Hoezo niet? Waarom niet? Er was geen externe harde schijf. Niet bij hem thuis en ook niet in het kantoor. En jij hebt goed gezocht. Volgens mij is het gewoon allemaal onzin. Dan zit het gewoon in die computer van ze. En dat kamikaze hebben ze ook. Weet je dat zeker? Nou, het was geen Pac-Man, nee. Waarom heb je die game niet meegenomen? Omdat ze me door hadden. Ik moest snel weg. Fantastisch. Grote klasse. Zeg, waar gaan we heen? Volgens mij vergeet je iets. Ik heb keihard gewerkt. Overuren gemaakt. En dat kantoor, dat is nog nooit zo schoon geweest. Als jij me die laatste kamikaze-kopie bezorgt, krijg jij je geld. Plus een bonus. Als ik vanaf nu geen last meer heb van die hotnoes-club. Deal? Aju. Hallo. Wat kijken jullie ernstig? We hebben een nieuw plan bedacht om die gamefabriek op te rollen. We gaan inbreken.